Ja, nou is de vraag natuurlijk, welke instructeur kijkt nu naar welke instructeur, hè? Ja, nou kijken we. Als ik naast hem zit, dan ben ik niet aan het opletten. Nee? Nou ja, of in ieder geval niet zo als dat ik normaal doe. Ja. Als ik naast hem zit, dan krijg ik heel het commentaar. Ja, is dat zo, ja? Ja. Hey, maar Mark, vertel eens, jij bent de zoon van Rini? Ja, klopt. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 39 en ik ben 17 jaar geleden in de rijschool gestapt. Dus ook al een poos. En nu stopt mijn vader en dan mag ik het alleen. Alleen verder gaan doen. We hebben nog een instructeur ook die met ons meehelpt. Ja, wat ik wou net zeggen, ik zie net drie auto's staan, dus die kan je natuurlijk niet allemaal in je eentje besturen. Nee, en dan komt er is er dan nog een auto van ons. Ik heb zelf twee auto's, één ja, een soort privé, maar er staat ook de reclame op. Ja, ja. Ja. Dus, maar heeft het vak jou altijd aangesproken of ben je er een soort ingeslagen door je vader of is dat gegaan? Ik wist eigenlijk wel toen ik 16, 17 was van nou, dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Ik heb nog wel wat kleine baantjes tussendoor gehad, maar dit, vanaf 23 ben ik dit gaan doen. Het beviel gelukkig goed. Dus, ja. En hoe is de markt tegenwoordig? Wordt er... Is het nog een interessante business? Want er zijn heel veel rijscholen. Jullie zijn wel een van de ouderen, denk ik. Ja, klopt. Degenen die er al lang zijn, die blijven ook gewoon wel bestaan. Ik denk dat het als, zeker in Walcheren, als nieuwe rijschool, is het toch wel redelijk lastig om, denk ik, te beginnen. Maar als je gewoon een beetje een leuke klantenkring hebt, dan blijft dat ook wel terugkomen. En dan heb ik weer kinderen van mensen die bij mijn vader gelest hebben. Ja, Marini, jij bent natuurlijk de oprichter van de school. Dat zeg ik toch goed, hè? Ja, dat heb je goed gezegd. En dan hebben we het over 47 jaar geleden, of wanneer was het? Zo erg is het gelukkig nog net niet. In 1980 ben ik begonnen met mijn rijschool. 1 april, en dat was geen grapje, Edwin. Maar 1 april ben ik dan gestart. En ja, nooit wetend eigenlijk dat je zo lang door kan gaan. Dus ik heb het gewoon altijd stik leuk gevonden. Maar ik herinner me ook nog dat jij wel gespecialiseerd was in bijzondere gevallen. Ja. Dus mensen met angsten, mensen met... Wat je dan zelf ook vertelt, Edwin, dan heb je een rijschool en die heb je er gevonden. Je moet dan een klik hebben en ik heb gelukkig ook geen klik met iedereen. Maar ik kan een hoop dingen inleven. Ja, maar jij vertelde dus ook van de mensen die bijvoorbeeld echt niet, laten we zeggen, door de Westerschelde-tunnel durven of over de Zeelandbrug, zeg maar eens wat. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee? Hoe krijg je nou iemand zover dat hij daar niet meer bang van is dan? Nou, ik heb wat cursussen mogen draaien met wat psychologen en wat psychiaters. En dan kijk je een beetje in de ziel van mensen. We zitten best raar in elkaar, dus onze lieve neer heeft het best wel bijzonder gemaakt soms. Bij de Oosterscheldebrug heb je bijvoorbeeld ook veel mensen die daar op een gegeven moment niet meer overheen durfden. Er is ooit wel eens, als je tegen die vangrail aan rijdt, dan denk je natuurlijk niet van wat gebeurt er, maar dan ga je er overheen als je pech hebt. Bij de Zeelandbrug heb ik mensen mogen leren dat je dus als je vanaf... Ik zal hem eens even aan de kant zetten hier, want dan staan we bij een mooie kerk. Dan ging ik vanaf Goes dus naar Zierikzee toe. Je liet ze dat wat zien. Je liet die ogen eens een keer dicht doen. Je liet ze weer eens open doen. Je liet ze eens kijken naar dat water. Dan ga je ze dus vertellen van, hey, nou gaan we zelf straks dat ook doen. Wat is nou leuker? Nou, dan schijnt het dus leuker te zijn om vanaf Goes naar Zierikzee het als tweede pas te doen en eerst van Zierikzee naar Goes. Je hebt daar namelijk een rail aan de kant met een stukje fietspad. En dan lijkt het visueel dus groter. Mensen hebben dan voor hun gevoel, in je hoofd is dat dan, dat je zegt, hey, ik heb dus meer vluchtwegen. Want je kan dan dus door die vangrail aan de andere kant bij die vangrail bij het fietspad komen. Nou, dan laat je ze dus eerst een paar keer rijden die kant op. Ik reed weer terug dan. Of je reed over de kering op een gegeven moment. Dus in het begin reden we dan 70 en dan gaan ze steeds wat harder. Even opletten dat je dus geen ander verkeer hindert. En ik heb altijd met auto's gereden met gaspedaal. Dus ik kon ze zelf eventueel ook wat gas laten geven. Je hand aan je stuur. En zo probeer je de mensen er doorheen te helpen.
En ik kreeg nu ook van iemand die dus 10 jaar geleden dat nog een keer gedaan heeft, weer een appje van, hey joh, Rini, leuk, ik kan het nog steeds doen. Maar ze kwamen ook echt van buiten de provincie voor jou, hè? Ze kwamen ook, ja, van buiten de provincie ook. We zijn met een aantal rijinstructeurs eigenlijk maar die dit snappen. Ja. Van dat je dat wil doen met iemand. En dat, ja, ik vond dat altijd heel fijn. Ik vind het leuk, iemand die dus wat heeft met handicaps, heeft soms meer een rijbewijs nodig dan een 18-jarige. Die zegt van, nou ja, ik wil mijn rijbewijs halen en blablabla. Bla, bla. Ja. En iemand die dat dan dus meer nodig heeft. Of een verloskundige die dus voor het werk van Zeeuws-Vlaanderen naar Middelburg moet. Ja, dat vind ik heel erg fijn. Ja, en hoe is dat met jou, Mark? Want je hebt natuurlijk de rijschool overgenomen. Maar heb je ook alle cursussen van je vader overgenomen? Kan jij dat ook, mensen met een... Ja, ik heb ook wel door de tunnel, over de Zeelandbrug ook wel eens met een aantal mensen gereden. Met de handbediening die ook op deze auto zit. Daar heb ik ook vaak genoeg mee mogen lessen, dus ja, dat wil ik wel door. Ja, precies. Ja. Ja, dus wat dat betreft ben je echt wel een kind van je vader. Ja, ja. Ja, ja, gelukkig wel. Ja, dat weet de meneer zeker. Ja. En Rien, dan heb ik nog een laatste vraag. Want voor je het weet zitten we alweer aan het kwartiertje. Maar ja. Wat gaat de man als jij nou doen nu die met pensioen gaat? Want je bent een drukke baas, je bent veel in de stad. Ja. En nou ja, de eerste voorzet, dat kan ik al geven. Er zijn natuurlijk ook een horde mensen die kennen jou als de stadsomroeper. Ja. Dus daar mag je zo meteen nog afscheid mee nemen voordat ik naar huis ga. Ja, ja, ja. Ja, maar ja. Wat ga je doen? Nou, ik ga inderdaad met dat omroeperswerk wat meer doen. We hebben al een concours in Kampen gepland. We gaan ook zorgen dat we in Middelburg eens weer wat meer doen. Binnenkort heb ik een opening van een hotel hier in Middelburg. Dus, dat weet ik al welke. Daar was je een tijdje terug ook al bij. Precies, ja. Ja, precies. Dat gaat heel erg leuk worden. Dat wordt een spectaculair, spetterend vuurwerk gebeuren daar. En nou ja, ik ga mijn huis eens een beetje opknappen. Want sommige dingen moeten te hechten in de tuin en dergelijke dingen opgeknapt worden. En er moet nog een bord af van Vaanen Verkeersinstructie. Want dat verhuist nu. Ja, dat zou kunnen dat het verhuist. Maar ik denk dat het er wel op blijft staan. Ja, gewoon als een soort aandenken. Een soort als aandenken, precies, inderdaad. En ik hoop dat ik lid kan blijven van de BOVAG-afdeling Rijscholen. Als Mark dat door wil blijven doen. Doen we ook NKC-trainingen mee. Dus met campertrainingen. Dus dat precies, doen dat, we dan. Ja. Ja. En je bent ook nog altijd, of ben je daar niet meer mee bezig met het boerengoed? Ons boerengoed, gelukkig ook. Er staan ook weer al een aantal optredens voor om te zorgen dat we het cultuur in Zeeland bewaren. Wat jij doet eigenlijk op jouw manier, doe ik dat op mijn manier. Ja, met het cultureel in Zeeland, dat we het goed houden in Zeeland. Je gaat je niet vervelen, Rien, ik hoor dat het al. Dat denk ik niet. Nee. En jij ook niet, denk ik. Hè? Dus, nee, ik heb nog genoeg werk, gelukkig. Dus, Nou, dank voor jullie toelichting en veel succes. En geniet ervan ook vooral. Hè? Ja, bedankt. Gaan we doen. Top. Boeren, burgers en buitenlui, van harte welkom in Middelburg, mijn stad.